Vrienden en fans, welkom weer bij een nieuwe video. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. We gaan vandaag kijken naar Don't Die in the West. Nou, wat houdt dat nou precies in? Don't Die in the West is een cowboy life RPG in een open wereld voor 1 tot 4 spelers. Begin een nieuw leven op de prairie, verken de grens en bouw je eigen ranch. Verken de open prairie, het bouwvallige stadje Tumbleville en de absoluut niet spookachtige mijnschachten. Maak avontuurlijke uitrustingen en gereedschappen, dodelijke zesschieters, dynamiet en een zadel voor je Mustang. Bouw een grote, prachtige range of een enorme schuilplaats voor je bende. Nou, ik zag dit. Ik dacht van, nou, ik vind het denk ik wel leuk. De artwork is heel mooi. Ik vind dat het spel er heel mooi uitziet. Het is natuurlijk wel een RPG. Het is niet het spel wat ik het meeste speel op mijn kanaal. Maar ik vond het toch leuk om eventjes te laten zien. Want het ziet er echt heel erg leuk uit. Nou, genoeg gepraat. Laten we gewoon snel gaan kijken naar Don't Die in the West. Veel kijkplezier. Zo, we zitten erin. We gaan lekker beginnen. En we kunnen meteen aan de slag met een character, zie ik. Nieuw character. En ja, we kunnen gewoon allemaal dingetjes kiezen. Het ziet er... Ja, ik vind het er gewoon heel leuk uitzien dit. Ik ben gek op dit soort dingen. Nou, wat kunnen we allemaal veranderen? Een heleboel. We kunnen ons hoofd veranderen naar peer of een mango. Laten we peer doen. De ogen. Dat is ook wel grappig. Laten we gewoon... Laten we dat doen. We hebben de oortjes. Ik wil dit. Laten we dat gewoon houden. Pinecone. We kunnen onze skinkleur veranderen. Laten we dit doen. Ik vind dit wel leuk. Nou, dan hebben we ook nog het haar. En daar kunnen we ook nog een hoop mee doen. Maar waarom heb ik dat ding op mijn hoofd? Ik wil dat niet. Kan ik dat al veranderen ergens? Oh, hier. Het. Juist. Nou, dat is niet... dit is ook niet echt de bedoeling. Laten we even wat anders kiezen. Laten we kaal doen. Ja, laten we dat doen. Dan hebben we de haarkleur. Nou, dat hoeft niet, want we zijn kaal. Dan kun je de wenkbrauwen nog veranderen. Ik wil... Laat ik dit doen. Dit vind ik wel tof. En we kunnen ook nog een snorretje kiezen. Nou, ik wil geen snor. En dan hebben we dus... Ja, je kunt allemaal dingen op je hoofd ploppen. Ik weet niet of dit alles is. Ik denk het niet. Ik denk dus ook dingen kunt vrijspelen. En we kunnen ook... Hey, kijk, ze hebben aan mij gedacht. De Game Over kleur. Laten we dit pakken. En als laatste kunnen we onze naam invoeren. Nou, dat is natuurlijk... Valentino, want zo heet ik. En dan is het Valentino Stetson. Kan ik dat niet veranderen? Nee, dat kan niet. Nou, weet je, prima. Laten we het gewoon lekker zo houden. Laten we gewoon lekker gaan beginnen. Zo, we zitten erin. En ja, ik vind het gewoon... Ik zag het al in de foto's, in de trailer. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Ik speel hem trouwens op het keyboard. Deze keer, je kunt hem ook met de controller spelen. Maar ik vind met dit soort games toch altijd een keyboard wat fijner. We gaan zitten en nu... Welcome, you must be Valentino Stetson. I'm Abigail McArbutney, of zoiets. And I've been handling your uncle's legal matters. Please accept my condolences regarding his passing. Thank you. I'll get straight to business. Your uncle had a sizable estate. And as his closest living relative, you stand to inherit the land. Oh, dus we gaan het land erven. Wait, Uncle Howard owned land. Let me stop you right there. Laten we dat doen. Excuse me. This isn't my first dead uncle rodeo. Oh, we hebben dus meerdere dode ooms. Let me guess. I'll get you some land and have to start a new life. The place is a mess and I'll have to build everything from scratch. And if I don't restore things by a certain deadline, I'll lose the land. But I'll fall in love with it, with the place and all the people there. Build friendships, save the local town and improve myself as a person. Something along those lines. Something along those lines, yes. How did you know? Like I said, not my first dead uncle. Right, well. Do you have any questions concerning the details? Nou, ik wil gewoon beginnen met het spel. Let's get to it then. Here's a deed to the land. This will give you the right to build on your property. Thank you, Miss McEmmer. Nou goed, laten we gewoon gaan beginnen. Is het het einde? Do you have any other questions? Nee, thank you, I will be in touch. Nice. Oké, we gaan opstaan. We hebben dus nu de Deed to Stetson Range gekregen. Oké, wat zien we allemaal? Ons mapje. We zien de tijd, of in ieder geval in welk dagdeel we zitten. En dan hebben we ook al deze dingen. En we hebben hier zo onderaan onze inventory. De Deed to Stetson Range. Show. Wat is dit?
By the law of the Covenants Act, Howard Stetson hereby assumes ownership of the land of South Wild River Plains from Tumbleville Road to Rattler's Path, henceforth known as the Stetson's Range. If the owner of the land fails to construct a functioning range before the Eastern Railroad reaches Tumbleville, the deed will be annulled of zoiets, and the land will be sold to the highest bidder. Oké, dus we moeten wel wat gaan organiseren, anders hebben we een probleem. Kan ik hier nu weg of niet? Oh, we kunnen ook zitten. Travel west. Nou, ik ben hier wel echt benieuwd naar. Valentino, if you're reading this, means I've reached the end of the road. I'm sorry we didn't get to see each other again. Don't worry, whenever I'm at, I'm sure I'm doing just fine. I'm leaving everything to you. Don't let it fall into the wrong hands. It's rough out there, but remember, you got Stetson blood. You'll be alright. Yours. Uncle Howard. Oké. Okay. We gaan officieel beginnen nu. Ik denk dat het begint. Ja, daar zijn we. Get the artwork. Ik vind het gewoon leuk, man. Het ziet er gewoon echt super leuk uit. Wat wordt er gezegd? Whistling? Hey you, you're finally awake. Volgens mij wel. You sort of stop singing along around. Hey, wat zit hierin? Kijk, wordt er meteen nieuwsgierig. Wat zit er in dat, doosje? Wat is dat? This is as far as I can take you. Oh, but nothing's blocking the road. I would prefer not to continue. There be bandits in these parts. Oh, but what about me? I don't really like bandits either. You know what? Take this. Oh, wacht. Een slingshot recipe. Oh, we krijgen een recept om een slingshot. Wat is dat nou? Hoe heet zo'n ding nou? Ik kom er niet op. Kunnen we mee schieten? Nou, bedankt daarvoor. I feel safer already. Don't sweat it. Good luck, stranger. Just head west from here. If you get lost, check your map. Oké, okay, dus we zien hierboven wat we moeten doen. Traveling west. I'm traveling west. En het spel is officieel begonnen. We kunnen rondlopen. Logisch. We kunnen... Oh, met spatie kunnen we een soort van... Hoe heet dat ook weer? Dashen of zo? Nou, we zien hieronder weer wat tevoorschijn komen. Dat is onze slingshot recipe. En we hebben dat nu geleerd. Dus als het goed is, kunnen we dat nu maken. Oké, laten we even kijken wat we nou precies... Wat is dit dan? New recipe added. Shooting pebbles. Oh, wacht even. Dat is onze ammunitie natuurlijk voor ons slingshot. Oké, wat is dit allemaal? B. Constructie. Oh, wacht. Dus we kunnen een kampvuur maken met deze drie dingen. Ja. Ledger desk. This is used to keep track of your progress on your lot. Dat kan ik al neerzetten, zo te zien. Een bookshelf. Oké, okay, nou, dat is duidelijk. Dus we kunnen daarmee bouwen. En we konden daar nog meer mee doen. You can edit, move and demolish structures in the renovate mode. Oké, okay. Dan hebben we deze. C, wat is dit? Crafting. Oh, wacht. Hier kunnen we dus onze axe mee maken, onze pickaxe, onze slingshot en onze ammunitie. En om die slingshot te kunnen maken, hebben we dus branches nodig en straw. Dus stokjes en stro. En de rest is ook met stokjes en steen. Wat is dit? Wat is M? Dat is de map. Dat is waar we nu op dit moment zijn. En hierboven hebben we ook nog dingen. Dus dit is een quest. Dit is wat we nu aan het doen zijn. Dit zijn onze skills. Kunnen we ook nog doen, zo te zien. Nou, we hebben nog geen punten. Points available 0. Maar ik neem aan dat naarmate je hakt en pickaxed en weet ik het allemaal, dat je dan punten kan verdienen. En die kun je dan hierin neerzetten, of hoe noemen we dat? Gebruiken. Dan hebben we recepten. Nou, we hebben nog niet zoveel. We hebben alleen nog maar kampvuur. En we hebben deze vier dingen. We hebben ook nog touw trouwens. En wat is dit? Weapons. Oh, slingshot. Stone arrows. Copper revolver. Dus je kunt op een gegeven moment ook gewoon echt wapens maken. En we hebben ook nog dynamiet zelfs. En hebben we ook nog notes. Oké. Okay. Wat is dit? Wat is K? Oh, dat is skills. Ja. En dat onderste is tap, is de inventory. Oké, okay, duidelijk. En dan hebben we onder in de hoek hebben we ook nog onze health bar. En ons soort etenbar of zo. We gaan het meemaken wat het allemaal is. Nou, eens even kijken. Kan ik dit kapot maken? Volgens mij niet. Nou, dat schiet echt totaal niet op. Kan ik al wat collecten? Ja, kijk. We kunnen wat collecten. Dat is straw. Hé, wacht even. We moesten 3 straw hebben. En we moesten 1 keer een stokje of zo. Of 2 keer. Eventjes spieken hoor. Wat wil ik maken? Ik wil die slingshot hebben. Dus we hebben genoeg straw. We moeten alleen maar 1 stokje hebben. Oké. Okay. Nou, laten we gewoon meepakken wat we tegenkomen. We hebben hier een steen. Die hebben we ook nodig natuurlijk zometeen. Wild River Prairie.
collect. Hey, we hebben een stokje. En dat betekent dat we wat kunnen maken. Dus, we gaan hier naartoe. En dan kunnen we dat slingshotje maken. Laten we ook meteen dit doen. Dat we ammunitie hebben, want we hebben steen gepakt. En we zien ook onderin... Kan ik dit trouwens ook veranderen? Hey, ik kan dat veranderen. Dat is mooi. Dus dan kunnen we dat een beetje ordenen. Maar goed, we moeten dus wel opletten op onze quest. Want we moeten onze range gaan vinden. Of althans, wat daarvan over is. Want we hebben natuurlijk dat geërfd. Ik heb geen idee waar we terecht gaan komen. Misschien is het helemaal niks waard. Althans, dat denk ik. Wat is dit? Kan ik hier wat mee? Nee, volgens mij niet. Volgens mij moeten we echt een... We moeten echt gereedschap maken om dat te kunnen doen, denk ik. Ik heb wel heel veel straw hier, maar voor de rest nog niet... ik zie nog niet heel veel. Nou, we zijn nog steeds op avontuur. Ik pak eventjes nog wat steen mee. Hey, hier hebben we wat branches. Wat is dit? Kan ik dit wel kapot maken? Hey, dit lukt wel. Oké, mooi. Kan ik dan weer wat maken? Laten we eens even kijken. Ja, ik kan wat maken. Een stone axe. Laten we dat maken. En dan heb ik weer één branch nodig en één steen om dat andere te kunnen maken. Hier hebben we een steen. Hier ligt niks. Laten we gelijk eventjes de inventory doen. Laten we onze wapens hier doen. En dan zet ik dat daar neer. Dat stokje kan hier. Juist. Ja, ik moet een stokje hebben en steen. Kom op, waar ligt een stokje? Hey, we hebben een konijntje. Hey, wacht even. Kan ik die... Hoe equip ik dat? Oh, met deze. Ik ga schieten. Ik ga op hem schieten. Ik ga proberen. Oh, hij rent weg. Oh, dat was bijna raak. Dat was bijna raak. Ik ga het nog een keer proberen. Kom op. Nee, hij rent weg. Oh, hij gaat in dat gat daar. Oh, hij verdwijnt ook gewoon. Maar we hebben wel stokjes hier. Maar ik neem aan dat je dan ook die konijntjes moet schieten om te kunnen overleven. Want ja, er moet ook gegeten worden. En ik zit heel laag met mijn health. En ik zit heel laag met eten. Maar ik kan nu wel, als het goed is, een stone pickaxe maken. Dat is fijn. Dan kunnen we dat erbij doen. En dan kan ik nu, als het goed is, wat kapot maken. Want als ik dan dat beltje equip, kan ik daar dan wel iets kapot mee maken. Kijk, wat is dat? Cactus fiber. Cactus fiber can both be used to make stews and as a rough fabric for furniture. Oh, het wordt al donker bijna. Oh, dat is niet mooi. Zullen we opschieten? Ik neem aan dat het straks ook koud wordt. Dat heb ik namelijk in de trailer gezien. Dus we moeten wel een beetje aanmaken. Wat is dit hier? Wat is dat? Collect. Wat is dit nou? Prickle pear. A delicious treat. Oh, we kunnen eten. Oké, dat was het. To the Stetson Range. Hey, we zijn er. Dit is het. Kijk, we zijn aangekomen bij onze range. En nu. Stetson Range. We gaan even gelijk collecten. We pakken alles mee. En we zien hier nu wel allemaal boompjes. Ik neem aan dat we dat allemaal gewoon kapot kunnen maken. Wat gebeurt er? Hey, dit is onze range. Dit is ons huisje. Ja, er is niet heel veel van over. Hey, we krijgen wat nieuws. I should look around for anything Howard might have left me. Wat is dit? Dit is een Howard's to-do list en we hebben een lumber station recipe. Take all. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben ook een kip, zo te zien. We gaan het eventjes collecten. I should look around for signs of Uncle Howard. Wat is dit? Ja, stokjes. Allemaal welkom. Hey, wat is dit dan? Hé, wie is dit? Waarom hebben we... Huh? Talk. Who are you? Valentino, who are you? Wow, you scared me. I'm Annabelle. Oh god, ik ben koud. Oh god, praat door. Ik moet warmte hebben. What are you doing here? Oh, just taking care of the range, you know. Alone, but you're a kid. Where's Uncle Howard? Mr. Stetson is her uncle. Oké, nou, dat is in ieder geval Annabelle. En die hoort gewoon bij ons. En ik wil eigenlijk heel snel naar bed gaan. Want ik heb het ijs, maar dan ook ijskoud. Daarom heb ik het een beetje geskipt. Anders ga ik gewoon dood. Letterlijk. Dus ik moet nu slapen, denk ik. En opstaan. Oh, godzijdank, ik heb het overleefd. Kijk, want mijn helft ging ook naar beneden. Dus ik moest opschieten met dat gesprek. Anders ging ik gewoon dood. Nou, we gaan gelijk even wat collecten. Maar ik heb dat nog steeds niet gedaan, dit. Hoe werkt dit? Nou, we hebben dat Lumber Station recipe. Dus laten we dat dan doen. Dat hebben we nu geleerd. En we hebben dit. Maar we hebben ook dit. How is to do... Oh, dat zocht ik. How is to do list. Building a ranch. Een van de drie.
built a deed ledger. Everything you need to can be found in the ledger. Built a lumber station. I left a recipe for you. Find master crafters. They can teach you how to make workables and tools. Of work tables. Ask for help. Your neighbors are good people. Stay safe from bandits and quit corporation. Find Nayati. Good luck. Oké, dit spel is een hoop. We moeten een hoop doen. Dit even collecten. Oké, dus we moeten wat gaan bouwen. Hey, we hebben een skill increase. Hey, wacht even. Dan kunnen we naar... Wat was het ook alweer? J? Juist, hier zo. We hebben een punten gescoord. Wat gaan we doen daarmee? Dus we kunnen deze kiezen. Dat is Lumberjack Strength. Axes deals 20% more damage. Of hij gaat 10% langzamer kapot. Ik wil meer damage. Upgrade. Mooi, dat ook gedaan. Nou, Annabelle die zit hier lekker. Wat wil ik gaan doen? Of ik wil wat maken? Want we moeten wat maken. I should build a ledger desk. Oké, waar staat dat ding? Dat is deze. Nou, die kunnen we er bouwen. Zullen we dat dan binnen doen? Ik neem aan dat dat binnen moet. Laten we dat hier doen. Juist. Oké, dat hebben we nu gedaan. I should be able to renovate and sell the broken roof. Ja, maar ik heb hier ook een uitroepteken. Wat is dit? Stats in check. Oh, we kunnen wat claimen al. Dus dat hebben we voltooid, dit. I have left you instructions here in the ledger desk. Good luck, kiddo. Dry wood porch steps. Claim. Dus dat kunnen we nu gaan bouwen. Oké, wat is dit? Fixer upper. This old piece of... Shit. Roof has to go. You can renovate and sell the broken roof. Nou, laten we dat trekken. Drywood porch steps, dat hebben we nu geleerd. En we moeten dus dat dak gaan verkopen. Hoe deed ik dat ook weer? Dat was hier. En dat was dit. Dat was met F. En als ik daar dan op klik, dan staat er hier F sell. Oh ja, dan krijgen we dus ook onderdelen voor terug. Of resources. Moet ik alles... Laten we alles verkopen. Althans het dak. Ja. En nu? Sell the broken roof. Dat hebben we gedaan. Dus nu moet ik denk ik weer terug naar die... Naar dit toe. Ja. En dan kunnen we weer wat nieuws claimen. En we hebben geunlocked een dry wood floor. Dus we kunnen hiermee gewoon wat nieuws gaan bouwen uiteindelijk. Want ja, dit ziet er natuurlijk niet uit wat we nu hebben. Wat is dit? Lumber station. Now it's time for you to split some wood, kiddo. With this beauty, you can make planks. And you're gonna need planks. Dus we hebben weer een nieuw recept geleerd. Dry wood floor. En we gaan nu eventjes kijken. De lumber station. En daar heb ik dry wood voor nodig. De rest heb ik. Dus we moeten eventjes gaan hakken. Ik heb hem geëquipped. Ik denk dat het dit is. This looks choppable. Dus laten we eens kijken of dat klopt. Oh, wacht. Hey, wacht even. Dry wood, 2 keer. Laten we nog eventjes wat pakken. En laten we dan gewoon... Laten we nog een bow doen. Hey, we hebben weer een puntje gescoord. En trouwens, het spel loopt heel soepel. Want ik speel op 120 fps altijd. En dat loopt hier makkelijk. Maar ja, het is natuurlijk ook grafisch niet heel zwaar. Maar alsnog, het geen stutters, niks. Ja, heel af en toe. Net. Oké, ik ga heel eventjes mijn puntje spenderen. Laten we dan nu deze doen. Dus hij gaat 10% langzamer kapot. Dat is op zich wel heel erg leuk. Ik heb weer last van mijn neus. Dat is op zich wel heel erg leuk, want dan kun je gewoon naarmate je het spel voordat natuurlijk steeds beter worden met je gereedschappen en zo. Dat is wel leuk. Nou, kunnen we het nu gaan bouwen? Ja, kijk. En dit ga ik wel buiten doen. We kunnen ook draaien met de letter R. Dus laten we dat dan... Waar gaan we dat doen? Laten we het gewoon hier neerzetten. Waarom niet? En nu hebben we dat gebouwd en dan moet ik weer terug naar dat deskje. En dan gaan we dat voltooien. En wat krijgen we daarvoor terug? Een drywood plank roof recipe. Dus we kunnen daar het dak mee maken. En wat is dit dan? Raise the roof. Use your new plank building skills to make a new roof. Use the lumber station to craft planks. Then build a new roof. Nou, we gaan dat trekken. Dus we hebben dat weer geleerd. En dan gaan we eventjes wat maken. Maar ik heb geen drywood meer. Het is wel tof dat je... Het is best wel makkelijk om te onderhouden, je inventory. Gewoon tap en dan heb je gewoon alles tot je beschikking. We hebben trouwens wel plankjes, 20. Nou, daar gaan we. We kunnen dus 2 dingen bouwen nu. Drywood planks, dat willen ze wat we maken. En we hebben drywood beams. A drywood beam can be used for construction elements and furniture. Nou, dat willen wij niet. Wij willen dit doen. Oh, en dat was het. Meer kan ik niet. Ja, dan denk ik dat het tijd wordt om nog wat extra's...
te gaan hakken. Dus laten we dat maar gaan doen. Want we moeten werken aan onze toekomst. Het kan niet zo blijven. We moeten wel een dak hebben. Want anders kunnen we echt niet leven. Juist, dankjewel. Zo. Ja, hij stuttert soms. Maar het is niet dat je denkt van... Oh, wat is het vervelend of wat dan ook. Hey, trouwens. Kan ik dit ook doen? Nee, volgens mij werkt het niet. Ze gaat trouwens ook kapot, je gereedschap, zie ik nu. Dus daar moet je ook op letten. Dan moet je weer een nieuwe maken. Dus je moet altijd dingen hebben. Resources. Ja, dankjewel. Nou, we gaan weer eventjes een puntje spenderen. Want ik heb weer een punt gescoord. Kijk, en we gaan nu wat verder. Zie je dat? X-Breaks 20% slower. En dit is 35 meer damage. Laten we dat doen. We gaan gewoon de volgorde doen die we net ook hadden. En dan gaan we weer wat craften. Want we moeten dat dak maken. Dat willen ze. Zo. Laten we dat doen. Laten we gewoon lekker veel maken. Waarom niet? We kunnen gewoon genoeg nog hakken. Zo. Dat hebben we gedaan. En dan zouden we nu kunnen gaan bouwen. Dus dan gaan we naar dat bouwmenu. Dan ga ik naar... Juist, dat dacht ik al. We hebben een nieuwe category. Waarin we dus kunnen bouwen. En wat we nodig hebben is een dak. Maar waar ga ik dat vinden dan? Oh, hier. Gelukkig. Drywood roof. Een middle roof piece. Dus we hebben daar straw voor nodig. En drywood planks. Laten we dat gaan pakken. Komt dus daar zo. En dat komt... Daar zo. Het is een beetje priegelen, maar het lukt wel. Dus we hebben nu een nieuw dak op ons huisje. Ja, het is wel leuk. Dan gaan we nu weer terug. Wat is dit trouwens? Wat is dat? Bird feather. A feather from a bird. Ja, dat is van die kip natuurlijk. Maar dat gaan we niet doen. We gaan even kijken wat dit nu is. Nou, we hebben dat dak voltooid. En dan krijgen we dus dit daarvoor terug. Dry plank wall recipe. Oké, dus nu kunnen we een nieuw huisje maken in totaal. Dankjewel. Yes, daar is die. Het nieuwe recept. En wat gaan we nu doen? Wat kunnen we trouwens nog meer bouwen? Even kijken. Want ik zag nou dat we kampvuur kunnen maken. En met dat kampvuur kunnen we natuurlijk warm blijven. Want dat is het probleem waar ik mee zat. Ik werd heel erg koud in de avond. Het is trouwens... We moeten opschieten. Het is bijna avond. Althans, het wordt bijna schemer. En ja, dan wordt het koud. Dus we gaan eventjes wat collecten. Ik wil wat takjes hebben. Zo, dat was een hele grote stutter. Dus hij stuttert wel degelijk. Maar goed, het spel kan nog veranderen. Hij is trouwens net nieuw, de game. 9 oktober of 9 november kwam die uit. Dus het is voor mij gisteren. Dus hij is lekker nieuw. En ik ben nog steeds bezig om dat kampvuurtje te maken. Het enige wat we nog hebben is dry wood en steen. Dus kan ik ergens nog eventjes wat hakken? Want ik wil voor het avond wil ik wel, voor de avond wil ik wel een kampvuur hebben. Dat lijkt me wel prettig. Dit is de dry wood. En we moeten nog wat stenen hebben. En dat waren 2 stenen, zag ik. Dus laten we die eventjes gaan collecten. En dan zou ik nu een kampvuur kunnen maken. Wat is dit trouwens daar? Dat is een oude chicken coop, volgens mij. Oh, wat is dit? Oh mijn god, het is een... ik word achterna gezeten door een wolf. Kan die in mijn woning komen? Ik ga op hem schieten. Ik wil hem killen. Waar is die? Laat jezelf zien. Show yourself. Oh, hij is weg. Hè? Oké, die wolf was hier letterlijk net. Of die vos, wat was het eigenlijk? Hè? Ik zweer je dat ik een beest zag, toch? Oké, volgens mij hebben we echt geen keuze. We moeten een kampvuur maken. Ook om onszelf te beschermen natuurlijk tegen al het kwaad. We kunnen hem bouwen. En ja, dit is natuurlijk gewoon de perfecte plek daarvoor. Laten we dat hier neerzetten. Dus nu hebben we officieel warmte. En we kunnen koken, zie ik staan. Dus we krijgen een heel nieuw menu. En even kijken. Red bat. Oké. Roasted red. Red meat on a stick. It will stop you from starving. Roasted prickly pear on a stick. Just... Hey, wacht even. Die hadden we toch gepakt? Volgens mij wel. Roasted meat. Heb ik dat niet gezien? Kijk wat hier aan dat ding zit. Volgens mij... Kijk, dat dacht ik al. Kan ik dat collecten? Dankjewel. Want dan kunnen we gelijk wat maken voor onszelf. Laten we eventjes wat gaan maken. Juist dit. Dus je hebt takjes nodig en je hebt het eten nodig. Dus laten we er daar 2 van maken. Dan hebben we in ieder geval wat te eten, mocht dat nodig zijn. Ja, we zitten heel laag in eten. Laten we gewoon wat eten. Oké, dus als je op tab klikt, dan heb je inventory en dan heb je hier zo je eten. Dus niet hier, hier.
Ja, eat. Kijk, en nu zien we dus dat we wat in onze maag hebben. En we zien ook onze health bar iets omhoog gaan. Dat is positief nieuws. Het gaat ons al een heel stuk beter als in het begin van ons avontuur. Wat moeten we doen? Wat hebben we nog niet gedaan? Wat is dit? Out with the old. Now that you know the drill, it's time to get cracking, kiddo. Get rid of all the old broken shit stuff. En daarvoor in de plaats krijgen we drywood windows. Wat kunnen we nog meer doen? Rosie the donkey. She tends to wander off. She's old and stubborn. But she is the best gosh dang mount there is, kiddo. Take good care of her. Dus we moeten een ezel vinden. En wat is dit? Chicken coop. The old coop is rotten. You should take to old Frank about making a new one. He's a good neighbor. Oké, dus we moeten eventjes... Laten we hiermee gaan beginnen. Laten we dit doen. We gaan dit tracken. Dus we gaan al het oude gaan we verkopen. Dus we zitten nu op 6 van de 13. Het wordt wel avond. Dus ik denk dat wij gewoon lekker zo meteen naar bed gaan. En dat we dan de volgende dag dat gaan organiseren. Want als ik dat nu ga doen in de nacht... Ik neem aan dat de warmte een radius heeft. Want ik neem aan dat als ik hier sta... Wat was dat? Dat klinkt niet heel goed. Nee, ik heb geen zin om nu mijn huis af te breken. Ik denk niet dat dat heel slim is. Dus laten we gewoon eventjes wachten tot het echt donker is. Of nu al. En dan gaan we naar bed en dan gaan we de volgende dag aan de slag. Zo, we gaan sliepen. Juist. En het is weer een frisse morgen. We gaan lekker aan het werk. Heb ik trouwens nog wat in die kist zitten? Nee, maar je kunt er ook dingen in stoppen, zo te zien. Dus als je dan te veel rotzooi hebt, of shit, dan kun je dat... Dan kun je dat daar inzetten. Kijk, en we zien nu ook hier zo dat metertje warmte. Zie je dat? Die warmte gaat weg. Want als ik hier zo ga staan bij het vuur, dan neem ik aan... Kijk, dan gaat hij weer omhoog. Ja, het is natuurlijk ook net... de nacht is net geweest. Dus op zich is dat wel heel realistisch. Dan is het natuurlijk nog steeds koud. Het is niet meteen 30 graden. Nou, genoeg geluld. Laten we gaan beginnen. We gaan wat doen. We gaan op F klikken. En dan gaan we alles gewoon verkopen. Dus we gaan dat wegdoen. Wacht even, sell all the broken walls, roof pieces, fences en floors. Ja, waarom zie ik nou niet dat op... Nou ja, we kunnen wel makkelijk bouwen, want we krijgen allemaal spullen er weer voor terug natuurlijk. Maar ik vind het alleen een beetje vreemd dat ik nou dit niet op zie lopen. Waarom is dat niet? Zie je dat? Soms wel, soms niet. Dat is heel vreemd. Ik moet toch niet dit verkopen, neem ik aan. Nee, dat ga je niet menen. Oké, ik vind dit wel een beetje vreemd. Moet ik misschien dit verkopen? Is dat het? Ja, dat moet ik verkopen. En wat mis ik dan nog? Oh, wacht. Moet ik dit ook verkopen? Dat lijkt me niet, toch? Of wel? Oh, wel. Oké, laten we maar gewoon verkopen totdat we er zijn. Want ik neem aan dat dat dan wel moet. Ja, het staat natuurlijk niet aangegeven van wat je dan moet verkopen. Maar ik kan niet meer verkopen als wat ik nu heb gedaan, zo te zien. Ik ben eventjes aan het zoeken. Moet ik dit verkopen? Nee, volgens mij niet. Moet ik dan toch dat kistje gaan verkopen? Ook niet. Ik wil mijn bed niet verkopen. Ik wil het niet. Maar dit hebben we ook nog hier. Oh, wacht. We hebben hier ook nog... Hey, er staat iemand. Oh, we zijn natuurlijk nog helemaal niet verder gelopen als ons eigen huis. 12. Ja, 12. Hey, de muziek is ineens weg. Waarom is de muziek weg? We hebben dit ook nog. Oh, wacht. Moeten we misschien aan de voorkant van onze range wat verkopen? Is dat het probleem? Dit misschien. Hier, dit. Juist, dat was het. Oké. Ja, op zich is het zonde, maar ja, aan de andere kant... Het is natuurlijk de bedoeling dat je alles opnieuw opbouwt. Je moet je eigen, ja, overleven gewoon. Oké, we hebben dit allemaal gedaan. We gaan eventjes terug naar onze desk. Waarom kan ik daar niet bij? Wat is dit nou weer? Ik kan niet meer bij mijn desk op dit moment. Dat is vreemd. Oké, we gaan heel eventjes reorganiseren, want dit is niet fijn zo. We gaan eventjes alles hier neerzetten. Kan dit ook weg op de een of andere manier? Nee, dat kan niet. We gaan dit even weghalen hier. We krijgen daar zo te zien ook een hoop voor terug. Dat is mooi. Collect. Weg met die zooi. Dit gaan we eventjes allemaal collecten. Want ik wil ruimte maken voor een nieuwe range. Oftewel een nieuw huisje. En mijn bel is kapot. Dat is niet zo heel erg mooi. Dus we gaan heel eventjes een nieuwe bel maken. Maar dat kan niet. Daar heb ik weer steen voor nodig. Nou, weet je wat? Laten we gewoon wat gaan bouwen. Oké, we hebben alles gekregen waarmee we kunnen bouwen. Dus laten we beginnen met de foundation. 1, 2, 3. 4, 5, 6.
Laten we het zo doen. Ik vind dit wel een heel mooi gebied waar we kunnen leven. Het zal wel weer te klein zijn, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan heel eventjes alles nu er weer opzetten. Want ik wil dat dat gewoon functioneel is. Dus dat komt hier. Mijn bedje komt dan, denk ik. Waarom kan dat niet recht? Wat is dat voor iets raars? Nou, prima. Doen we het wel schuin. En dat kistje heb ik natuurlijk verkocht. Dus de porch, dat is ook wel handig. Die komt dan hier zo. En voor de rest wil ik heel eventjes kijken of ik nu wel iets kan doen. Kijk, nu kan ik het wel. Dus je moet dat neerzetten voordat je dat gaat doen. Want anders kun je daar niet bij. Dat is vreemd. Nou, we hebben dit gedaan. En daarvoor krijgen we in de plaats Windows. Of als reward. Leuk. Nou, dan hebben we die donkey. En dat is volgens mij... take care of her. Wat was dat ook alweer? He's a good neighbor. Volgens mij is dat dat ventje wat we net zagen staan. Volgens mij is dat het. Laten we dat trekken. Ik wil eigenlijk toch wel eventjes dit afmaken. Of niet? Heb ik daar genoeg spullen voor? Ik denk het niet. Maar we kunnen in ieder geval even een begin maken. We hebben 76 van die dry zooi. Dus laten we dan... Laten we hier zo Windows doen. Dat is op zich wel leuk. Doen we daar ook en daar ook. En dan hebben we de rest hebben we gewoon een wall. Kan ik daarin lopen? Ja. Juist. Er komt, daar komt ook een raampje. Zo. En er komt daar een raam. Is wel leuk, toch? Anders heb je het helemaal dicht. En dat is ook niet echt heel... dat is niet heel gezellig. Nou, dan krijgen we een dak. Hoe gaan we dat dan organiseren? Ik vind het alleen een beetje vervelend dat als je aan het bouwen bent, dat je dan niet hieronder ziet of ergens ziet wat dat je kost en hoeveel je over hebt. Zie dat? Dan moet je steeds kijken hier. Dat is wel apart, maar goed, het is niet anders. En dat was het volgens mij. Of niet? Hé, wat is dit nou? Oh, ik krijg een melding. I should follow the tracks. Nee, ik ben aan het bouwen. Ik ben nog helemaal niet klaar met mijn woning. Ik moet toch een woning hebben? Ik kan niet meer bouwen. Wat is het nou? Build a new chicken coop. Nou, in ieder geval, we kunnen gewoon naar binnen. We kunnen slapen. We hebben het nog niet helemaal af. Maar het begin is gemaakt. We moeten hier nog wat aan doen. Ja, we hebben nog een... we hebben nog een hoop te doen. Lieve mensen, dit was hem. Don't die in the West. Nou, wat vind ik ervan? Ik vind het een heel erg leuk spelletje. Ik heb het wel naar mijn zin. Ik vind het leuk dat je zelf dingen allemaal kan bouwen. Ik zei in het begin dat het spel heel soepel loopt. Dat is gedeeltelijk waar. Het stottert wel een beetje hier en daar. Maar goed, het is niet heel vervelend. Laat vooral even weten wat jij ervan vindt in de reacties hier beneden. Wil je dat ik meer afleveringen maak? Laat het dan even weten. Of laat gelijk even een like achter als je dit leuk vond om naar te kijken natuurlijk. Of abonneer gewoon gezellig even meteen. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien bij een nieuwe video. Tot dan, doei!